Vandaag trainde de selectie voor het eerst, maar jij was er niet bij. Waarom niet? Vorige week donderdag ben ik geopereerd aan mijn neus. En daardoor mag ik 2 weken geen inspanning leveren. Dus dat betekent dat ik aansluit in de Lutte. Is het moeilijk om toe te kijken? Het is vooral moeilijk om apart te trainen. Ik train natuurlijk wel. Ik heb net binnen getraind. Alleen, je wil graag naar buiten, hè, met de jongens. Het is lekker weer vandaag voor het eerst. Dus dan wil je ook buiten staan en dan ben je binnen aan het trainen. Dus dat is minder. Heb je een mooie vakantie gehad? Ik heb een heerlijke vakantie gehad, ja. Waar ben je geweest? Net als de helft van de selectie, volgens mij, ben ik in Ibiza geweest. Ben je nog jongens tegengekomen? Ik ben wel wat jongens tegengekomen, maar niet van het elftal. Maar de Zeeuw ben ik tegengekomen, Elia en nog wat jongens. Ben je weer helemaal uitgerust voor het nieuwe seizoen, na die week dat je nog moet pauzeren? Ik ben zeker uitgerust. Ik heb bijna 6 weken vakantie gehad, dus als je dan nog niet uitgerust bent, dan ben je het nooit, denk ik. Dus ik heb heel veel zin om weer te beginnen en ik ben blij als ik straks weer kan gaan trainen. Wat was eigenlijk het probleem met je neus? Mijn neusgotje stond heel erg scheef en vandaar dat ik door mijn linkerneusgat geen zuurstof kon halen. En dat belemmerde een beetje, dus het schijnt dat ik nu meer lucht heb. Dus meer lucht, dus nog meer inhoud? Ja, dus misschien herstel ik dan wel sneller. En je hebt weer een filmsterrenneus. Ja, hij staat aardig recht, hè, van de buitenkant en van de binnenkant, dus daar ben ik wel erg blij mee. Ja. Heb je veel nagenoten van de landstitel van afgelopen seizoen? Wat valt er mee? Ik ben iemand die vrij snel weer vooruit kijkt. En ik ben heel erg blij met de titel die we gehaald hebben vorig jaar. Maar we staan allemaal weer op nul. En zoals iedereen zullen bij ons zijn er ook wel wat veranderingen natuurlijk. Vooral in de technische staf, medische staf. Of in de medische staf. In de technische staf eentje. Maar ik denk dat er nog wel wat dingen gaan veranderen, ook binnen het elftal. En het is ook maar de vraag wie er blijft, wie er weggaat. En het is te hopen dat de belangrijke spelers binnen boord blijven. Wat verwacht jij van het komende seizoen? Van mezelf of van het team? Van allebei. Van het team verwacht ik sowieso, dat proberen we in ieder geval een herhaling van vorig jaar te doen. Alleen dan liever dat we wat dichterbij blijven of dat ze achter ons aan moeten. En niet dat we weer aan het einde van het seizoen heel veel punten moeten goedmaken. Dus ik verwacht dat dat beter gaat en dat we beter zullen spelen dit jaar vanaf het begin. En van mezelf verwacht ik gewoon dat ik mezelf kan richten op één positie en mijn goede positie, denk ik. En dat ik daar belangrijk kan zijn vanaf het begin. Precies, en dat je de lijn van de afgelopen 2-3 maanden van het vorige seizoen gewoon vanaf het begin kunt doortrekken. Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. Ik bedoel, dat Vernon zich heeft bewezen afgelopen jaar. Als verdedigende middenvelder staat vast. Dus ik ga ervan uit dat ik hoop dat hij blijft en dat hij dan op die positie blijft spelen. En dan richt ik me gewoon op linkshalf. En ik ben altijd overtuigd van mezelf geweest. En ik denk als ik 100% fit ben dat ik er vanzelf in. Oh, wat een mooie basis dit. Lukoki met de treffer. Nou, dan mag hij wel naar Theo Jansen toe, lijkt me hoor. Ik ga ervan uit dat het een mooi seizoen gaat worden. En dat hopen we met z'n allen. Dus als het weer je zegt vandaag dat het een mooie dag is en we zijn vandaag begonnen. Dus laten we hopen dat we dit door kunnen trekken tot het einde van het seizoen. Dus dat de zon voor ons blijft schijnen.